Peppe, vanavond eigenlijk bijna weer niets weggegeven. Nee, ik denk dat we weinig grote kansen hebben weggegeven. Ze hebben natuurlijk in de eerste helft nog een keer een bal keihard op de lat geschoten met Saimak. Een paar gevaarlijke voorzetten, maar ik denk dat wij de grotere kansen hebben gehad. Dus een compliment aan, aan ons als team, dat we goed hebben verdedigd. Ik denk als Rosheuvel en Ouwestaal die kansen benutten, sta je gewoon voor. Ja, je hebt een betere kansen gehad. Dus eigenlijk had er misschien, qua veldspel had er misschien niet meer in gezeten. Maar qua grotere kansen die we hebben gekregen, had er meer in gezeten dan een puntje. Ja, dan, op zich, we zijn natuurlijk tevreden. Het is niet zuur of zo. Maar ja, daar moeten we een volgende stap mee zetten. Maar het is duidelijk en dat weten we. Had jij het gevoel in de tweede helft dat hier een verloren kon worden? Ja, je bent gewoon met de wedstrijd bezig en je voelt gewoon, we hoeven geen goal weg te geven. Had zomaar goed kunnen vallen een paar keer, want er waren een paar rommelige momentjes in de 16. Dan hoop je wel van, ja, zal het er niet nu een keertje precies voor iemands voeten vallen? Ja, dat gelukt dan niet. Ja, je weet natuurlijk nooit hoe een wedstrijd verloopt. Ze hebben beter van het spel, we staan onder druk, dus hij kan zomaar aan hun kant vallen. En gelukkig is dat niet gebeurd en kunnen we weer met opgeheven hoofd naar de bus straks een goed ritje maken. Omdat we wederom de 0 hebben gehouden. Je houdt wel als verdediging en als hele ploeg voor de derde keer de 0 achterin uit. Ja, dat voelt hartstikke lekker. En we zijn er ook bewust mee bezig. En als je dat dan doet en dat gebeurt ook, ja, dan geeft het alleen maar een fijn gevoel.